Ik ben Wilco Elsaf. Ik woon hier samen met Jitske, mijn vrouw. Wij hebben hier 600 zeugen. Wij gaan hier binnen 5 jaar hopen wij hier 1200 zeugen te realiseren. De eerste dragende zeugenstal voor 300 plekken is al klaar. En dan verbouwen wij intern verder. In januari hopen wij hier last te kunnen met het eerste gedeelte van de kraamstal. In de Wilp heb ik een locatie met gespeende biggen en mesvarkens. Daar heb ik een kleine 3000 biggen liggen. Ik hou hier nog een 1500 biggen. Dus met elkaar heb ik mijn biggenplekken redelijk gerealiseerd. Ik heb daar ook nog 3500 vleesvarkens liggen. Siegerswoude, een locatie, andere locatie van mij, heb ik 1500 vleesvarkens. Daar zijn we nu ruim 500 aan bijbouwen. En volgend jaar hopen we daar nog een keer 1500 bij te bouwen. Zevenhuizen, een andere locatie van mij, heb ik 1500 vleesvarkens. En ben ik met de vergunning aan de gang, hoop ik ook nog een keer 800 bij te kunnen bouwen. Ja, we proberen elkaar te versterken op de dingen. De een is hier goed in, mijn broertje is goed in de bouw, zeg maar. De ander is goed op, mijn andere broertje is weer goed op kantoor. Zo heeft iedereen zijn sterke kanten, zeg maar. En met elkaar proberen we een betere prijs te krijgen. We proberen elkaar scherp te houden als familie zijnde. Ik voer hier met de zaters en krijg nou in de nieuwe dragende zeugenstal heb ik een NEDAP-voedering bij de zeugen. En in de toekomstige kraamstal wil ik ook NEDAP-voedering hebben. Wij voeren hier droogvoer en in de Wilp en Zevenhuizen voer ik ook droogvoer. Alleen in Siegerswoude, toen we dat kochten, zat er breien in en daar zijn we mee verder gegaan en dat bevalt ook uitstekend. Dus bouwen we daar toch weer met brei verder, omdat het daar gewoon goed ging. En het zit er allemaal in, dus het is voor mij, het kost heel veel extra om er droog in te gaan maken, zeg maar. En het bevalt mij zo ook goed. De meeste mest van mij gaat naar een akkerbouwer waar we al jaren zaken mee doen, zeg maar. Wij verwerken dat, de dikke fractie voeren wij af en de dunne fractie krijgt hij over zijn land. De rest nemen wat andere handelaren in de buurt, nemen rechtstreeks de mest bij ons af.